Hi everyone, I'm here at Peerenboom Fietsen. It's the Santos dealer and the owner Roel, he does bike fittings. I've been thinking of doing that for a while now. Why? Because, well, some of you might know I've got fibromyalgia, which causes chronic pain, and especially my neck and shoulders get painful like a lot. Like really, like when I'm behind a computer, but also when I'm cycling, especially on long cycling tours. Sometimes I'm almost crying because my neck is so sore. Roel invited me and he's going to explain me a bit about it as well. It will be in Dutch. Why? Because, well, you know, he's Dutch and it's just easier for him to explain everything in Dutch. But of course, there will be subtitles below. Oh, and of course, if you like this video, please put your thumb up and you can subscribe below. Well, let's do some bike fitting. Om jou goed op de fiets te krijgen, dan gaan we eerst het bekken op de goede plek zetten. Dus dat kijken we of het zadel wat hoger moet, of misschien wat meer naar voren, of misschien wat meer naar achter. En dan is het bekken het vertrekpunt van je bovenlichaam. Dus pas als dat zadel goed staat, kunnen we gaan kijken of het stuur ook op een andere plek moet. En je zei dat het te zien is dat ik snel last kan krijgen van mijn nek en mijn schouders. Ja, als je de beelden bekijkt, zeg maar, zoals je nu op de fiets zit, dan zie je vooral heel duidelijk dat het stuur heel ver weg staat, maar ook vrij hoog staat. En het gevolg is dat je echt je armen moet gaan optillen bijna. En dat optillen van die armen, dat leidt bijna altijd tot het optrekken van schouders. En dat heeft dan weer vaak pijn in schouders en pijn in je nek tot gevolg. Ik heb zojuist het zadel al wat hoger gezet en het ook wat naar voren gezet. Dan zie je dus dat de hoek in de knie wat minder gebogen is. Wat minder het gevoel dat je op zo'n echte kleine fiets zit. Maar voor de efficiëntie van kracht zetten is het belangrijk dat je knie niet te ver achter het pedaal zit. Dus die hebben we ook iets verder naar voren gehaald. Er moet niet voor het pedaal uitkomen, maar op de juiste plek, zeg maar. Dus dat hebben we ook wat beter gemaakt. En het gevolg is dat dat je nou voelt dat je hele beenrotatie wat soepeler gaat. En dan die hoek van dat zadel, die passen we dan nog aan om je mooi een evenwicht op die fiets te krijgen. Dat je niet te veel druk van de voorkant uit hebt op dat zadel, maar dat het zadel ook niet zo ver naar voren komt dat je bijna het gevoel dat je naar voren glijdt. Want dat leidt uiteindelijk weer tot druk op je handen. Nou, dat wil je ook niet. Dus je moet mooi in evenwicht zitten op een fiets, zeg maar. En dan heb je het stuur alleen maar beter om op te leunen. Wat je ziet eigenlijk als jij dit stuurbeet hebt, dat is dat je een hoek in je pols hebt en dat je arm nog heel erg moet uitstrekken. Dus het stuur is wat ver weg, het staat ook nog steeds wat te hoog. Maar je ziet ook een knik in je pols, zeg maar. Dit stuur is wat recht en dit stuur is eigenlijk veel ronder. Dus uiteindelijk komen je handen daar wat minder gehoekt op te staan en wat meer in lijn met je arm. He, dus in plaats van dat je zo'n hoek creëert, krijg je mooie dat het in lijn komt te staan. Dus. Veel zien is dat je op zo'n trekkingfiets, hè, zoals deze fiets, dat je toch een soort van een beetje met een gestrekte arm op de fiets zit. En als je dan alles mooi in lijn houdt, dan kun je eigenlijk aan die waterpas die ik in mijn handen heb zien dat dit punt laag ligt en dat dit punt hoog ligt. En je ziet ook meteen dat het schuin staat. Hè? Dus het staat niet recht, want dan word je in deze stand geduwd. Het staat, als je zelf ontspannen wil, staat het schuin. Nou, jouw stuur stond recht. En wat je ook op jouw stuur ziet, en dat zie je heel vaak, is dat het stuur vrij vlak is. Nou, hoe krijg ik dit deel vlak? Ook weer als ik dit creëer. Nou, dat zijn vaak houdingen die je als toerfietser niet als ontspannen ervaart. Voor een mountainbiker is het goed, maar voor jou als toerfietser niet. Dus je wil wat ontspannender zitten. En dan zie je dus eigenlijk al in welke positie je handvat zou moeten staan. En dat het niet helemaal vlak moet zijn, maar dat het een beetje bij de uiteindes omhoog moet komen. Hij is nu ook met mijn schoen bezig, waar trouwens heel veel zand in zit. Ik vertelde dat ik vaak last krijg van een spiertje in mijn knie. En hij kon dus kijken aan mijn schoen, hoe ik normaal loop. Op de fiets compenseer ik dat dan en daardoor krijg ik te veel spanning op dat spiertje. Dus nu is hij bezig met mijn zool om dat dan aan te passen. Met klikschoenen kan het dan weer op een andere manier. Maar ik heb nu gewoon mijn normale sportschoenen mee waar ik meestal in mee fiets, waar ik alles mee doe. Dus hij is nu mijn zool aan het aanpassen voor op de fiets. Ja, hij kan dus hier aan de zijkant zien dat deze kant een beetje is afgeschraafd.
Dus dat betekent dat ik altijd iets meer leun op deze kant. Als ik dan op de fiets zit, moet je zo zitten. En dan krijg ik dus, hè, want verder mijn bekken zijn nog steeds hetzelfde en zo. En dan krijg ik dat spiertje. Dus te veel spanning. Het is echt een zandbak. Het is heel erg. Nu is het normaal, joh. Ik ben gisteren in de Lek gaan zwemmen. Ja, dat is toch geen excuus om met een zandbak rond te rijden? Ik dacht, misschien zie je het niet. Ga je het in je vlog stoppen? Kijk eens, is dat niet normaal? En me klagen dat het zwaar fiets. Je hebt gewoon een kilo zand bij je. Ja, ik voel me altijd goed met zand. Zal ik het ombouwen zo verder voor je? Ja, oké. Okay. Deze spulletjes daarop gaan bouwen. Apparently 1 millimeter can make a difference. The steering wheel, he was trying different heights and I could really feel it. Like he knows all the numbers, all the mathematics, but he was doing it by eye. And then when he was finished and he was doing the mathematics, it was almost the same as the exact numbers that, you know, he knows that are good. But of course, everybody's a bit different. So my steering wheel ended up a little bit higher than, you know, the exact numbers, but that felt the most comfortable. And straight away I could notice that my shoulders were not as high anymore, and I was always really felt like I had to stretch to go to my steering wheel. And I always had this feeling that my arms were a bit too wide because my shoulders are, you know, not so broad. So he also gave me a different steering wheel that's not straight but has a little curve, and that way my arms are way more straight, you know, in one line with my shoulders. And I could feel it because this week I'm actually quite sore in my shoulders and my neck. So when he first gave me the perfect position and then later he moved it to, you know, feel the difference, I could feel it actually literally straight away. So it feels a bit like I have this beautiful bike, but I haven't used it the way I should, you know. And I saw it on videos as well. I was a bit in shock when I saw myself on the bike. So like my shoulders up, very weird position. And I know that my shoulders and necks are a problem because of fibromyalgia. So my muscles are always too tight. There's too much tension in it. So I think that's why it's even extra important for me to have the perfect, you know, position on a bicycle. And I finally got a Santos Club sticker. And a mug. Roel has his own YouTube channel as well. Unfortunately it's in Dutch, but well, you know, if you're able to talk Dutch or read Dutch or hear Dutch, if you know, maybe you can do some studying. I put a link in below anyway. It's like I have a total new bike. I just cycled a little bit on the bicycle and it feels totally different, really really different. So well, let's see how my next journeys go. We'll keep you updated, of course. I've got a good feeling about this. I do. I know my posture was really, really bad. I could see that on the videos. So, well, bye-bye. Going away now from Wageningen. That's where I was. And going home in the car.